Welcome, this is the Energy Vibration Lady voor Visgraven Sunrise and Sun. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de stone, bedankt voor de positive energy vibration. This is the month in September for the vis mensen. Dames en heren, September. Okay, money is coming in. Invloed van financial flow. Geld. Dus, dames en heren, geld komt binnen voor jullie, oké? De maand van september heeft 4 weken. We hebben heel veel lucht energy. Het is een moeilijke maand te zeggen dat jullie hebben 4 weken. 3 weken is lucht energy, oké? De eerste week, de tweede week en de laatste week is luck energy, oké? Maar de laatste week ga je op weg naar iets nieuws. Je gaat een nieuw start even kunnen krijgen. En dit is best wel positief. Dus dames en heren, we gaan even kijken. De outcomes van je maand is de 9 van Pentacles. En dit is zeer positief. Voor mensen dat hebben financial blockage, dat de geldflow niet in je leven, dat wat je wil, krijg je niet. Het is omdat je base chakra is niet goed, oké? Een genezing moet komen voor je base chakra. De 9 van Pentacles is hier. Dat betekent dat de flow van financial, van geld in je leven is goed in deze maand. Dus je moet gewoon even gaan zitten om te concentreren op hoe ga je financial flow laten flow in je leven zonder wat obstakel en blokkades. Oké? Dus, ja, 9 van Pentacles. Als we gaan even kijken, de moeilijkheden wat jullie dames, jullie jonge dames, komt te zitten in moeilijkheden. En ik heb mee te maken met dat jullie zijn gestoken in de rug, oké? Okay? Dus jullie dames tussen de leeftijd van 15 en 45, je komt te zitten in moeilijkheden en dat komt doordat jullie wordt gestoken in de rug. Nou, deze issue komt van vorige leeftijd, vorige tijd van wekens door, dat je ouders hebben iets gedaan in de vorige leven en dit komt even terug om jou te blokkeren nou. En nou moet je leren om het zelf weg te halen in deze tijdspan, oké? Okay? Dus dat is wat hier speelt voor jullie jonge dames. Wat zie ik hier is dat sommige van jullie gaat even jezelf beschermd vanwege door dat sommige van jullie wordt gestoken in de rug in de verleden. En jij zit jezelf te beschermd. Je wil dit niet meer gebeuren. Je besloten om niet hetzelfde weg op te lopen. Je staat jezelf te beschermd van een doomtijd waar je ziet dat iets verkeerd komt hierbij. En je beschermt jezelf van deze situatie. Je gaat jezelf echt beschermd van deze situatie, oké? Okay? Ik zie help komt binnen omdat je gaat even communiceren goed met een advocaat. Sommige van jullie dat hebben een legal issue. Gaat jezelf beschermd omdat je gaat echt goed communiceren met een advocaat over een issue. Een situatie dat is gebeurd dat sommige van jullie misschien hebben een rechtszaak. En je gaat echt dadelijk communiceren over een issue en over een situatie. Oké, okay? Dus hier zie je dat communicatie en door de communicatie en de dadelijke communicatie, je gaat best wel uit of een issue en een probleem even uitkomen. Oké, okay? Dus dat is best wel goed. Nou, als we kijken de 4 weken. De eerste week is daar een onttrek situatie wordt gebalanceerd. Oké. Okay? Dus sommige van jullie, als je hebt een rechtszaak, in deze eerste week hoor je wat daarover. En als jullie hebben een onttrek issue dat is bij jou gebeurd, dan word jij een balans hierin gebracht. Dan hebben wij in de derde week een issue met een tweeling. Dit is een groene licht om een ja
Het is goed om, om vooruit gaan, te gaan. Als je een beslissing, als je, je wil iets nieuws kan doen, is het groenlicht. Ja, het is goed. Ga daarvoor. In de derde week is een aarde element. Daar komt balance in je leven naar dwars door de looked energy waar nu komt balance in de derde week. In de derde week krijg je ook stability. Daar komt een steermaak of steenbok. Dat gaat je best wel helpen. Laatste week is een nieuwe stad. En deze nieuwe stad kun je gaan de weg gaan lopen met een waterman. Okay. Maar wees voorzichtig hier mee. Vanwege doordat jij bent water en de ander is lucht. Niet altijd lukt werk de dingen, oké? Dus weet voorzichtig hierom. Nou, wat we zien hier is de energie van positive alignment van energie. Gerust komt in je leven. Een rugzak, een onttrek dingen is nou achter de rug. Of het wordt in balance gebracht. En dit is zeer positief. In de tweede week, in de derde week. Je krijgt stability eindelijk in je leven als je bent op zoek naar een nieuw huis. Dit is een goede tijd omdat het gaat je best wel lukken. Het is nu de tijd, sommige van jullie, krijg een steermaak of steenbok die kan je helpen om even balance in je leven om te brengen. En dit is best wel goed. Stabiel komt in je leven. In de derde week, in de vierde week, je krijgt hulp van een moederfiguur in je leven. En deze persoon gaat je een nieuwe stad even gaan geven. Deze persoon ga je echt steunen in allerlei manieren. En ga je helpen in een positieve oplichting en oprichting in je leven om te gaan. En dit is best wel goed, okay? Dames en heren, we hebben de Word Lord. En de Word Lord komt in. Van wekens dat jullie hebben dus nodig in je leven. Je hebt iemand nodig om jou om te helpen communiceren op een positieve manier. Sommige van jullie komen over de onterecht door anderen. En dit is van outside influence. En de World Lord ga je helpen om deze to resolve, okay? The World Lord ga je helpen om deze to resolve. And this is best wel goed. Then happen by Archangel Sandoval. And Angel Sandoval is a good angel. Hij komt om jullie te helpen. Sandoval is a positive energy. Die help je met je intentie. De intentie, so whatever good intentie that you have for anderen, die ga je helpen om deze intentie om te houthalen voor jou. Het is zeer positief. Het is een positive alignment van energy. En je gaat even jezelf even terug gaan voelen. Vraag deze engel om jou te grounden. Okay? Vraag deze engel om jou te grounden. En het gaat je best wel lukken. Dan hebben wij de energy van de base chakra. En de energy van de base chakra is zeer positief. Het is de tijd wanneer je gaat genezen de invloed van je geld. Dus als dat was blokkades, je gaat echt de invloed van de geld even gaan echt in een positive alignment van energy. Dus je geldflow kan in een goed positive richting op. Dan hebben wij de energy van de koningin van de rente. En dit is een waterman, een weefsel of tweeling. Dit kan ook iemand. Dat is echt. Dit kan ook iemand. Dat is een advocaat of dat soort of ding. Dus het kan ook dat jij bent in alignment met deze persoon. Deze persoon is echt een. Kan je partner. Maar deze persoon kan ook je advocaat of iemand dat zit voor jou te werken, dat soort of ding, of een zakelijke mens. Dus ik ken in allerlei manieren, maar dit is een waterman weefsel of a tweeling. Waterman weefsel of tweeling. Dus wees voorzichtig wat gebeurt met deze persoon rond jou. Let op. En ik ga het even zeggen, namaste, tot de volgende.